daar ben ik weer. Vandaag heb ik, als het goed is, de Yumi IMAX ontvangen. En daarom gaan we een kleine unboxing doen. En onze eerste indrukken geven over deze quad-core telefoon van Yumi. Ik heb hem voor $100 kunnen bemachtigen bij TO2C tijdens de flash deal. Voor $100 kan ik zoiets niet laten gaan natuurlijk. En is het proberen wel waard, dacht ik bij mezelf. Laten we eens even kijken wat er allemaal in zit in deze doos van de Yumi. Dit keer heb ik weer het geluk gehad om geen kosten te hoeven te betalen. Het scheelt weer. En als je moet betalen, zeg ik altijd, dan is het gewoon weg. Hij is goed verpakt door TO2C. Hebben ze goed gedaan. Ik zie hier wat tevoorschijn komen. Kijk eens. Dat is hem. Kleine doos. Yumi Root Joy. Oké, prachtig. Nou, het is de zwarte versie aan de sticker te zien. En hier staat ook weer Model IMAX. Dus dat hebben ze goed gedaan. Hier nog wat informatie. Ja, het is een beetje moeilijk te lezen. 2 gig werkgeheugen, 16 gig opslag. Screen size 5 inch, geloof ik. Oh, 5,5 inch, ja. Nou, laten we eens even verder kijken in de doos. Je trekt hem dus open. Zo. Nou, deze kant zit verder niks meer in. Die zetten we opzij. Dan hebben we hier nog een keer Root Joy staan. En voor de rest staat er niet veel. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, hier staat nog een keer Yumi. Leuk. Hebben ze goed gedaan. Mooie verpakking. Maken we hem open, het doosje. En wat komen we dan tegen? Een flat USB cable. Micro USB. Een beetje OnePlus styling. Mooi gedaan. Een OTG cable wordt meegeleverd. Netjes. En een, kijk eens, dat is weer verrassend. Een Euro-style adapter. En het is dit keer een 5 volt 1 ampère output ladertje. Ook mooi. Dan hebben we hier aan deze kant de Yumi. Hieronder nog de gebruiksaanwijzing. In het Engels. Dus dat is wel mooi. Wordt goed weergegeven wat hij allemaal heeft. 5,5 inch Full HD. En 3,5 inch, dubbel micro simkaart zit erin, dus dat is wel handig. Nou, dat hebben ze goed gedaan. De doos leggen we opzij. Dan gaan we kijken naar de telefoon zelf. Oeh, hij voelt wel heel licht aan. Een lichte telefoon. Dat is een stukje lichter dan onze P7000, waar iedereen slechte ervaringen mee heeft, of door de beoordelingen, door de reviews, allemaal slecht denkt over het toestel. Nou ja, kan gebeuren. Ik ben nog steeds tevreden over de P7000. Nou, voorkantje van de Yumi ziet er goed uit. Er zit al een screen protector op, kunnen jullie hier zien. Hier hebben we dus simkaart slot 1, een micro SD kaart kan erin. Volgens mij kunnen hier ook 2 simkaarten slotten in. En aan deze kant heb ik... Ah, nee, dit is simkaart nummer 2. Aan- en uitknopje, volume rocker. Voorcamera zit erop. Geluid. De knopjes, die zijn niet belicht, maar gewoon zilverkleurig. Achtercamera. LED-flesje. Een noise-canceling mic. Zo uit het hoofd, denk ik. En wat Yumi bestikkering. Nou, laten we eens even de boel aanmaken. Kijken of er wat sap in zit. We gaan hem inschakelen. Yep, gaat aan. Nou, het scherm is vrij helder, als ik het zo zie. Yumi, simple but digitally. Nou, ja, ik zou niet weten wat het betekent, maar hebben ze weer goed verzonnen. Daar gaat hij.
moet echt zeggen dat hij is vrij dun. Dus het ligt lekker in de hand. Hier is één speaker. Volgens mij ook niet zo'n mooie klinkende speaker. Nou, hij is inmiddels aan. Even kijken, no simkaart. Ja, dank je voor de info. Eens even kijken naar de andere dingen. Even kijken hoe fel het schermpje is. Nou, hij staat. Oeh, hij staat heel weinig. Eens even kijken of we die wat helderder kunnen krijgen. Ja, brightness. Zo, oh. Ho, ho, ho. Nou, dat is een stukje scherper. Nou, dat ziet er goed uit. Instellingen even kijken. Location, nou dat hoef ik even niet te weten nu. Hier gaan we naar About Phone. Hij is ingesteld op Engels. Nou ja, het is geen Android 5.0, maar 4.4 KitKat geloof ik zo uit het hoofd. Nou, een custom build version staat erop. Nou, ik weet niet wat dat betekent. En er staat dat hij hier updates kan ophalen. Hij is nog niet connected, dus dat gaat hij niet doen natuurlijk. En voor de rest, ja, hij voelt wel lekker vlot aan. Dus dat gaat goed. Lekker vlot. Even ter vergelijking met de P7000. Even kijken of een schermpje. Nou, dit is het scherm van de P7000 nu op full brightness. En de Yumi op full brightness. Ik kan hem nu even niet op de Google zetten. Dat pakt hij niet. Dus dat gaan we nog een keertje vergelijken. Ik zal even dikte laten zien in vergelijking. Zoals je kan zien is de Yumi een stukje dunner. En zo is hij ook goed te zien dat hij wat ronder is afgewerkt. Hij is ook wat korter en een stuk lichter dan de P7000. Voor de rest netjes afgewerkt. Ik zie geen lelijke afwerking. Het ziet er aan alle kanten goed uit. Dus dat is netjes. Koptelefoon aansluiting. Micro USB aansluiting. Microfoontje. Ja, het ziet er goed uit. We gaan hem natuurlijk een uitgebreide test geven. Maar ja, goed. Er zijn een paar producten die nog op een test wachten. Zoals jullie weten ben ik met de P7000 nu bezig. Die gebruik ik nu om te testen. En zodra ik daarmee klaar ben, heb ik nog een paar tablets om te testen. Een paar koptelefoontjes. En dan zal deze Yumi een uitgebreide review krijgen. Tot nu toe een mooi toestel. Lekker licht. Ligt goed in de hand. $100 in de flash sale. Dus ja, tot nu toe ben ik erg onder de indruk. We hebben alleen maar uitgepakt, maar het ziet er goed uit. Dus tot de volgende keer bij de uitgebreide review van de Yumi IMAX.